jullie bij de faculteit Sport, Bewegen en Voeding van de HVA. En wij zijn studenten van Sportkunde, Leerroute SMNO en we volgen het driejarig Science-stroomtraject. Dit traject is speciaal voor mbo's die een sportgerelateerde opleiding hebben gedaan, zoals het CIOS of Sport en Bewegen. Dit is de kantine. Hier komen alle studenten samen. Op de eerste etage van de school hebben we een studeerruimte. Hier kun je gaan leren of werk je samen met je klasgenoten aan opdrachten. Het eerste jaar van het Science-stroomtraject is een gecombineerd jaar, waar je vakken volgt uit het eerste en tweede jaar van SMNO. Het Science-stroomtraject kun je volgen als je een Sport en Bewegen of CIOS niveau 4 diploma hebt behaald. Je krijgt vrijstellingen voor een groot deel van de praktijkonderdelen, maar je volgt wel theorie van 2 studiejaren. In deze collegezaal volgen we vakken zoals sportgeschiedenis, financieel management en management en organisatie. Daarnaast loop je in het tweede semester van het eerste jaar ook een stage. Deze stage voer je uit bij een sportorganisatie. Hierbij loop je mee op managementniveau en daarnaast moet je ook een onderzoek uitvoeren die het bedrijf in de toekomst verder kan helpen. In het eerste blok van het Science-stroomtraject volg je de sportvakken teamsport en duursport. In blok 2 ga je samen met je klas een presentatiefestival voorbereiden. De sporten turnen en martial arts komen hierin voor. Dit is een leuke opdracht om samen met je klas voor te bereiden. Het is interessant voor een mbo-student sport en bewegen niveau 4 om door te stromen naar het Science-stroomtraject, omdat daarmee een verkorte studietijd mogelijk is. Een regulier student doet er 4 jaar over en een mogelijkheid voor de mbo-student is het om het in 3 jaar te doen, omdat wij ook vanwege hun sportieve achtergrond vrijstellingen kunnen geven. En dat is natuurlijk interessant voor studenten die al voor hun tweede studie kiezen. Het Science-stroomtraject wordt een pittig jaar en daarvoor hebben we het buddy-programma. Uit mijn eigen ervaring van mijn eerste jaar vond ik het heel fijn dat wij een buddy hadden. Wij kregen bijvoorbeeld samenvattingen en zij gaven ons ook persoonlijk advies over hoe zij zouden leren voor de tentamens. Nou, ik ben ook buddy en ik heb een groepje van 5 studenten. Die geef ik ondersteuning voor een aantal vakken en daarnaast kunnen zij een aantal vragen stellen aan mij met betrekking tot vakken waar zij bijvoorbeeld moeilijkheden mee hebben. Wat vindt u van de groepsdynamiek bij de zijstroomklas? De groepsdynamiek? Die is eigenlijk wel anders dan bij de reguliere instroom, want je hebt toch wel te maken met een groep hele diverse studenten die van een eigen specialiteit komen, maar wel vanuit een bepaalde basisachtergrond. En het leuke is dat eerst altijd een beetje aftasten is, soms ook een beetje wie is de grote aap en wie is het belangrijkste. En uiteindelijk merken ze al heel snel dat ze allemaal op één lijn zitten. En merk je dat het vaak een hele gezellige groep wordt. Waar het ook echt jammer is als daar mensen in uitvallen. En als docent is het heel leuk om aan zo'n groep les te geven. Een groep waar, laten we zeggen, gelijke dynamiek, gelijke insteek is. Is heel leuk, want je krijgt er ook wat van terug. Dus ik geef graag les aan wat wij noemen de zijinstroom. Om deel te nemen aan deze opleiding moet je een toelatingstest doen en dat zal een theorietoets worden. Deze opleiding is numerus fixus, dus lijkt het je leuk om deze opleiding te volgen? Schrijf je dan voor 15 januari in en voor meer informatie klik je op deze link. Waar stond die eigenlijk?